Ze zeggen dat mensen maar 10% van hun hersenen gebruiken. Hoe zit dat met jou? 100%! Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Even Lekker in Bed. En we gaan nu weer Brain Challenge doen. Een leuk spel. Jullie gaan het meemaken na de intro. Okay, people, let's go to work. Ik had stiekem even gekeken wat er precies inhield. Daarom zie je 8% staan. Maar je moet dus je dagelijkse brain challenges kan je doen elke dag. En vergeet ook niet om je eiwitten te eten vanavond. Dat is heel belangrijk. We hebben een dokter. En hij heet dokter Penis. En dokter Penis staat hier. En die helpt mij met mijn brain. Nou, we kunnen de dagtest doen. En daar heb ik eigenlijk wel zin in. Laten we de dagtest doen. En de stresstest is misschien wel leuk om een keer te proberen. Schrijf met de Nintendo DS tijdens het antwoord in aangeven veld. Oké, je moet dus gaan rekenen. Dames en heren, wens me veel succes. Want we gaan nu... In 3, 2, 1... 7? 7? Denk ik. 7. Kom, wat? 8? Waar moet je het invullen dan? 10. Oké, zo moet je het invullen. Ik weet niet. 7. Ja, oké. Ik krijg het een beetje door. Denk ik. 9. Oh, dat gaat goed. Ik zit erin. Geen stress. Min 7, dat is 18 of zo. Oh man, je bent compleet onbetrouwbaar. 4. Oh man. Vreselijk. Sleep de juiste domino naar het veld. Waarom had je die rups dan? Ik snap het niks van. Oh. Wat? Nee, wat? Die rotbeesten, ga weg. 6 is die. Die is minder dan 1. Die, 6. Oh, wat irritant is dit. Weg. 1 is die. Die is groter. Die is groter, denk ik. Nee, ik weet het niet. Ik zag het niet. Die. 5. Die is kleiner. Nee, die is even groot. Nee, we doen die. 3 is die. Die. Nee, weg, rups. Oh, shit. 6. Ja. Die is minder. Ik gok die. Dat was een gokje. Die, ja, 6. 4 is 4, die. Oh shit. Oh, die ging lekker. Zorg dat de muizen de kaas niet stelen. Hoe dan? Oké, ik moet vragen beantwoorden, maar ook op die stinkmuis klikken. Oh shit, het wordt wat. Oké, weg. Dit is die. Weg muis. Die. Weg. Dit gaat lekker. Oh, ik weet hoe dit gaat. Weg. Die. Stinkmuis, weg. Die. Die. Weg. Helemaal. Dat hele. Dit wordt wel. Oh, shit. Die. Weg. Hele. Die zijn niet zo moeilijk, die heles. Hele. Halve. Snel. Goed zo. Oh, 2 muizen. 3. 2 hokjes. Nee. Hak niet goed. Oh shit, nu gaat het mis. Hele. 2. Die. Oh. Stress. Die. Oh. Oi, 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 oi. Stresswaarde. Niet zo goed. Ik denk dat je even pauze moet nemen. Dat denk ik ook. Oh. Man. Stresswaarde. Eens kijken wat je stressniveau voor elke dag was. Nou, dat zit wel goed. Nieuwe games geactiveerd. Muizen en zicht. Oké, laten we nog één keer even de hersentest doen. En dan beginnen met de logica. Zoek uit welk voorwerp het zwaarst is en kies het juiste antwoord. Een vogeltje met een olifant en de vogeltje is het zwaarst. Oké, goed voorbeeld. Het eerste. Ik weet het niet. Is die zwaar?
druiven. Oh, je moet kijken. Je moet kijken welke het zwaarste is. Oké, okay, oh, nu snap ik het. Oh. Oh. Banaan? Mijn eerste indruk is dat, hè? Dit is mijn eerste indruk, wat ik zie. Wat ik zie, dat klik ik aan. Controller. Olifant. Aardbei. Boot. Controller. Aardbei. Doet het niet. Die. Pan. Een appel. Want die is zwaarst. Katje is snelst. En natuurlijk ook de dribberij. En die. En zou ik mobiel doen? Chat. Motor. Kat. Die. Oké, die ging goed. Logica. We gaan nu naar rekenkunde. Dat moeten we goed. Dat moet goed. Ik ben wel redelijk bij rekenen. Teken lijn plus 2. Oké, daar gaan we. Je weet nooit wat je moet verwachten, maar als je eenmaal ziet, dan snap je het. Wat moet ik doen? Min 3. Oké, plus 3. Die. Plus 2. La. Min 1, die is makkelijk. Plus 4. Shit. Plus 2. Die. Min 3. Ze worden natuurlijk steeds meer lastiger. Die. Min 3. 32, 33, 26. Min, plus 4. Die. Plus 4. La. En die. Oh, dat gaat wel redelijk, toch? Dit is echt goed. Dit is goed voor je reuren, jongens. Dat meen ik. Plus 6. Oh, die wordt pittig. Oh, laat me dan afmaken. Waarom laat me niet afmaken? Nu is het tijd voor je geheugen. Oh, ik dacht dat we daar al heel de tijd mee bezig waren. Geheugentest. Damn. Onthoud het pad dat op het scherm verschijnt en probeer het met de Nintendo DS stylus na te maken. Ik ben er klaar voor. We moeten het nadoen wat er wordt gezegd. Dat moet wel lukken, denk ik. Opperste concentratie, dat zie je wel, maar dit lukt wel. Zie je, dit, volgens mij moet dit nog wel lukken zo. Dit is nog niet zo moeilijk. Ja, hier ga ik goed voor scoren, jongens. Ik denk dat mijn brein nu keihard omhoog gaat. Oh shit, laat me afmaken dan. Oh, nog een paar seconden. Oh, dit gaat lekker. Dit ging lekker. Ik had één fout. Maar goed. Open je ogen. Oké, hebben jullie even? Oké, ze zijn open. Ik dacht al, wat zie ik slecht. Hierna... Oké, raak de tegels aan minste naar meeste aan. Hoe weet je nou wat minst naar meest is? Om het meest gevuld. Oké, ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Voor mij ben ik hier heel slecht in zicht. Van minst naar meest. Wat is de minst naar meeste kleur dan? Groen? Dan rood? Dan oranje? Dan blauw? Ik weet niet. Groen? Rood? Groen? Oh, ik snap hem. Van minst naar meest, hoeveel er zijn op je scherm? Oh, ja. Die. Ik snap hem. Ik snap hem eerst niet. Nee, eerst die. 3. Nee, die 2 eerst. Oh, jongens. Ik klik te snel. Ik moet hem nou goed doen, anders denk ik zo. Vincent, wat ben je een dombo? 2, 3. Oh, die is lastig. Oh. Die was echt heel pittig. Nog en net 1 gehaald? Haal ik die nog? Oeh, jammer. Je zag dat ik hem wist, hè? Je zag dat ik hem wist. En de laatste ronde is de focus. We gaan ons focussen. Zet hem op. Oké, vang. Tik met de Nintendo DS. Stel de juiste voorwerpen aan. Oké. We gaan beginnen. Ik doe mijn best. Vang. Oh ja, je krijgt ze eerst daar te zien, dan moet je klikken. Wat moet je nou vangen? Ik weet niet meer. Een vliegtuig. Ik moet het beter opletten, jongens.
Komt ie. Vang het... Er komen er twee. Vang het appeltje. Nou, die wordt lastig. Dat is een appel en dat is nog een appel. Vang het visje. Er komt een visje aan de linkerkant. En aan de rechterkant. Een pan. Komt aan de rechterkant heen en aan de linkerkant. Huppakee. Vang een blender. Blender, blender. Vang weer een blender. Vang een boot. Drie op een rij, jongens. Vang een olifant. Dat wordt zwaar. De laatste test is voltooid. We hebben ook zo weinig tijd. Ik heb amper tijd om te klikken. Bezig met opslaan. Je mag het systeem niet uitschakelen. Oké, ik doe niks. Je nieuwe breincapaciteit is... 10%. Niet slecht, niet slecht. Kleine vooruitgangen leiden tot grote successen, zegt Dr. Piemel. Maar Dr. Piemel mag even zijn mond gaan houden. Want we zijn helemaal klaar met deze aflevering. Voor een leuke video, geef een groen duimpje. En vergeet niet te abonneren. En dan gaan we volgende week verder met Brain Challenge in aflevering 6. Tot de volgende video. Later.